Hoi beste kijkers, vandaag ben ik de gast bij Garage De Loge in Bilze. We gaan vandaag het nuttige en het aangename koppelen. Normaal had ik een afspraak met de enige echte macho man en grote hit op YouTube. En nu dat ik er toch ben, we gaan hier de school al lospeuteren vandaag. En de enige echte macho man zit hier van achter. Hey macho man, hoe is alles oké met u? Hallo, ja met jou. Goed, gaan we een leuk babbeltje doen? Ja, oké. Je zit hier wel in een mooie auto, maar eerlijk gezegd, die kleur die vloekt met mijn hand. Ik ga een andere kleur kiezen. Oké, goed. Voilà. Vandaag ben ik bij een grote hit op YouTube, bij de enige echte Macho Man. Macho Man, hoe gaat het met jou? Goed, met mij gaat alles goed. Ik ben eigenlijk al die tijd op Facebook blijven liedjes zetten, dus ik ben eigenlijk nooit weg geweest. Ja, een beetje op de achtergrond verdwenen, maar altijd bezig geweest met liedjes en zo. En binnen 2 weken mag ik op Camping Kids Club in Kortrijk optreden. En hoe kom je daaraan? Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen? Via de jeugddienst van Bilze. Ah ja, dat is wel mooi, hè? De jeugddienst van Bilze heeft mij, ik denk dat in mei was dat, ik was in Spanje op vakantie. Had zo iemand van de jeugddienst mij gecontacteerd van ja kijk, Camping Kids Club heeft mij gecontacteerd om te komen optreden op hun festival en wilt je dat doen? Toen dacht ik, dat is Camping Kitchen, Pukkelpop, die camping daar. Ja. En toen ik dan een beetje verder heb gezocht, toen ben ik erop uitgekomen dat het eigenlijk in Kortrijk was en ik heb zoiets van, ik ben al 9 jaar bezig met Macho Man, dus ja, de eerste keer dat ik gevraagd word door een festival, dus ja, ik wou dat zeker doen. En wie weet, in de toekomst misschien op Pukkelpop of zo? Wie weet, misschien wel. Ik ben al sinds 2011 aan het wachten op Chokri, maar nog altijd niks gehoord. Maar ik denk altijd zo van, wat niet is, kan er komen. Dus misschien dat hij jou gaat contacteren voor dat is waar. Optreden. Maar ik ben al sinds een paar jaren, en dat weten de mensen die naar Pukkelpop komen, dat ik op de Petit Bazaar en de Villa Bassa Jam Caravan daar een paar liedjes altijd ga zingen tijdens Pukkelpop. Ja. Dus zo ben ik eigenlijk een beetje geïntegreerd in het hele Pukkelpop gebeuren. En je hebt ook een kleine primeur voor ons. Je hebt een nieuw liedje uitgebracht, of het gaat ik, op YouTube komen? Ik heb een primeur dat ik na 4 jaar stilte zijn geweest op YouTube, dat ik een comeback ga maken op YouTube, dat ik terug nieuwe liedjes op YouTube ga zetten, omdat YouTube vooruit is gegaan met het feit dat er filters bestaan die om die reacties weg te filteren en zo, en ik me toch wel thuis voel in het nieuwe systeem van YouTube. Ja, en misschien ook wel een gevoelig onderwerp. Je hebt ook een beetje last gehad van saaierpesten. En hoe ga je daarmee om? Ik ga daar heel goed mee om, omdat heel in het begin, toen ik slachtoffer werd van cyberpesten, heb ik denk ik wel zo'n beetje een reactie gehad, zoals iedereen die gepest wordt, zo van, ik kan dat wel zelf alleen aan. En ik heb dat dan ook geprobeerd, totdat ik op het moment kwam van, kijk, ik kan het niet meer alleen aan. Ja. Toen hebben mensen die zich inzetten voor minderjarige kinderen die gepest worden, die hebben gezegd van, ja kijk, we gaan ons daarin vastbijten om ervoor te zorgen dat die cyberpesters die ermee stoppen. Uiteindelijk, na heel erg lang te hebben geprobeerd om die te doen stoppen, zijn ze uiteindelijk gestopt en daar ben ik blij om. Ja, maar als ik jou 1 grote raad mag geven, je moet altijd zo denken van de mensen die jou pesten, je moet altijd denken van, die zijn jaloers, ik heb het beter. Ja, dus laat ze mij maar pesten, ik heb het beter. Ik heb dat ook. En die mensen zijn allemaal jaloers op jouw succes. Mm-hmm. Ik heb dat ook nu, als ik zo negatieve reacties zie, ik reageer er niet meer op, ik verwijder die gewoon. En ik kijk eigenlijk naar de positieve reacties. En het feit dat ik op Camping Kids Club in Kortrijk ga optreden, dat is eigenlijk zo. En het feit ook dat ik op YouTube
mijn nieuwe filmpjes ga zetten. Dat is een middelvinger die ik wil uitsteken naar iedereen die mij in het verleden wil onderuit halen. En ik denk ook, je gaat optreden op Camping Kids. Dat is toch een mooi hoogtepunt in jouw carrière. Dat is waar, want dat is, ik ben al 9 jaar bezig met Macho Man. En het is de eerste keer sinds dat ik met Macho Man bezig ben dat ze mij vragen op een festival. En dan direct op een groot festival als Camping Kids Club in Kortrijk, waar meer dan 30.000 man komen. Dat is toch wel speciaal. Want wie kan dat zeggen? Ik mag optreden voor 30.000 man. Ja, er zijn er weinigen die dat mogen zeggen. En dat is waar. Daarom ben ik trots op jou dat je dat bereikt hebt en ja, dat je daar mag optreden voor 30.000 man. Dat is waar. Dus zo, je moet het allemaal positief bekijken. Maar het feit met wat ik allemaal bereikt heb, Macho Man, is eigenlijk, dat heb ik allemaal niet zelf bereikt. Ik heb ook zo via zo mensen die mij er een beetje mee geholpen hebben, zoals bijvoorbeeld de Divis zo een paar jaar terug met Talent en Friends Forever. En ja, zo verschillende mensen die mij zo'n beetje vooruit hebben geholpen om het toch op een serieuze manier te doen. En doe je nog regelmatig optredens met de Divis? Want het zijn twee schatten van vrouwen, Evi en Diana. Het zijn twee schatten van vrouwen en momenteel is het even stilletjes, maar wanneer Dian mij kan meepakken naar een optreden, doet ze dat zeker. Ja. En heb je ook al veel opgetreden hier in Bilze, in jouw thuishaven? In Bilze heb ik nog niet zo lang geleden de maandag met Spurre Kermis opgetreden. En toen kwam ik dan de woensdag op Café Congé in Bilze op de Klokken. Ja. En daar was dan een zangeres die daar optrad met haar band. En die was er eigenlijk komen optreden omdat die in Spurk zo goed was dat die daar op Café Congé ook mocht optreden. En die zangeres heeft dan op een gegeven moment, toen ze KCRA was aan het zingen, heeft ze mij de micro gegeven en mocht ik meezingen. Dat was wel leuk zo, voor een heel vol klokkenplein. Ja, dat is wel mooi eigenlijk, hè? Ja. En je bent nu een inwoner van Bilze. Heb je ook al het grote evenement Bilze Mysteries bezocht? Nee, dat heb ik nog niet bezocht, nee. En gaat het ervan komen of zeg je van nee, ik heb daar weinig interesse voor? Of? Ik denk dat het wel ervan gaat komen, ja. Ja, het gaat wel leuk zijn, denk ik. Macho Man, buiten al jouw optredens en jouw filmpjes op YouTube, heb je nog andere leuke hobby's? Ja, ik rijd paard bij VZW Raidado in Hoeselt, op het LRV-plein in Hoeselt. Dat is paardrijden voor personen met beperking. Dus heb je een beperking en doe ik je om paard te rijden. Wij zoeken nog altijd nieuwe leden. Dus jullie kunnen op www.vzw.raidado.be informatie zoeken. Ik ben ook op zaterdag actief bij zo'n sportvereniging, een omnisportvereniging, die gehandicapte sportvereniging CSVT Neraren. Gehandicapte sportvereniging Toekomst, we zitten in Lanaken, maar we zaten vroeger in Neraren. Ja. Voor de rest doe ik nog kunst, zodat ik zo 1 keer per maand kunstwerken doe. En ik werk ook via Covida, werk ik in een rusthuis in Hasselt. Covida is wat vroeger Tivona was. En ja, zo blijf ik bezig zo met van alles. Je bent dus echt een bezige bij, om het zo te zeggen. Ja. Wel, ik heb, moet ik zeggen, heel veel bewondering voor jou. Chapeau dat je allemaal doet. Ik zou het met mijn druk leven niet kunnen combineren, maar echt waar, heel veel bewondering voor jou. We gaan een dikke high five geven. Voilà. Oké, dankjewel. Voilà. Dat is de enige echte Macho Man. Hier bij Garage De Loge in Bilze, Skoda Garage, hebben ze ook mooie fietsen. Zo Steve, veel plezier met uw nieuwe voertuig en doe het vervolg in andere hembanen. Dankjewel, het komt wel van Vossen Fashion. Te Kuurdingen en Tongeren.
Macho Man, mag ik je bedanken voor de tijd, voor je interview, het leuke gesprek. Ik vond het een heel leuke dag vandaag. Dat is graag gedaan. En ja, ik heb ook nuttig aan het aangename gekoppeld. Ik kwam bij jou op interview, maar ik heb hier bij groep De Loge in Bilze ook meteen een nieuwe auto losgepeuterd. Mm-hmm. Een Skoda Scala. Ja. Een prachtig auto. Eerst vloekte de kleur een beetje met mijn hemd, maar nu heb ik de kleur die bij mijn hemd past. Dus ja. Voilà, wat kunnen we nog beter hebben? Dat is waar. We gaan meteen een toertje maken met de nieuwe auto. Oké, is goed.